PSV neemt het zondagmiddag op tegen het Vitesse van Philip Cocu. De Arnhemse club zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen, want de laatste vier wedstrijden werden verloren. Toch waakt Ruud van Nistelrooy voor onderschatting. Het is ook belangrijk om goed te starten aan de wedstrijd. En niet de fouten, vooral het gebrek aan intensiteit en basishouding. En daarna gaan we het gevecht aan met Vitesse. En dan gaan we zien hoe zij erop staan en wij. Het is een belangrijk weekend voor PSV in de strijd om de landstitel. Directe concurrenten Ajax en Feyenoord spelen eerder die dag tegen elkaar. Het feit is dat die nummer 1 en 2 tegen elkaar staan. Dat een van de twee of allebei punten gaan verliezen. Dan moet je zelf van profiteren. Daar gaat het om. De ziekenboek van PSV loopt langzaam leeg. Luc de Jong maakt hoogstwaarschijnlijk tegen Vitesse zijn rentree. En ook Savio en Hazard kloppen op de deur. We gaan hopelijk volgende week in de oefenwedstrijd die we spelen minuten maken. En dat ze kunnen aansluiten na de interlandbreek. De laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking begint om 4:15.